Vond je gisteren het plan voor 25.000 woningen in Almere al veel? Dan kan je vandaag helemaal je lol op met een idee van de VVD. 100.000 woningen erbij in heel Flevoland. Gaat het naar hard? Geef het even aan. En nou, we gaan op naar Den Haag. Ja, zo ging het vannacht bij Band. Daar verzamelden een paar honderd boeren uit Flevoland en Friesland om in kolonne naar Den Haag te rijden voor een lange protestdag. En stewardessen geven de veiligheidsinstructies en ze duwen het karretje met eten door het vliegtuig. Maar ze doen natuurlijk nog veel meer dan dat. Wat ze dan allemaal doen, dat kon je vandaag leren tijdens een spoedcursus in het Aviodroom in Lelystad. Het is woensdag 19 februari. Dit is Flevoland. Goedenavond. Geen 25.000 nieuwe woningen in Almere, maar 100.000 in heel Flevoland. Met dat idee komt de landelijke VVD vandaag. Volgens de partij telt de provincie genoeg locaties om dat mogelijk te maken. Om het getal even in perspectief te zetten, op dit moment telt Flevoland zo'n 170.000 huizen. Waren het gisteren de regeringspartijen D66 en het CDA die pleiten voor de bouw van duizenden nieuwe woningen in Almere Pampus? Vandaag doet de VVD een duit in het zakje. En niet een beetje ook. Ja, ik heb het getal 100.000 in mijn hoofd. 100.000 woningen extra. He, want de binnenstedelijke bouwprojecten moeten gewoon doorgaan. Maar als je echt kijkt naar de grote buitenstedelijke locaties in heel Flevoland. Dus niet alleen dat stukje waar D66 en CDA naar kijken, maar naar heel Flevoland. Dan denk ik toch echt dat er 100.000 woningen mogelijk zijn. Maar kan dat, denkt u, zoveel woningen? Nou ja, het moet. We hebben 300.000 woningen tekort in Nederland. Ja, en Flevoland is ingepolderd, onder andere voor woningbouw. 100.000 woningen dus. En al die huizen kunnen volgens Koerhuis gebouwd worden in onder meer Pampus en Oosterwold in Almere, Warande in Lelystad en het gebied rondom Dronten. Maar hoe realistisch is zo'n getal? Volgens hoogleraar Peter Boelhouwer van de TU Delft is dat wel mogelijk. Volgens hem zijn er de komende 30 jaar tussen de 2 en 3 miljoen nieuwe woningen nodig in Nederland. We hebben natuurlijk voor de crisis zijn er jaren geweest dat we op jaarbasis meer dan 100.000 woningen bouwden. Vorig jaar hebben we er bijna 80.000 toegevoegd. Dus dat zijn aantallen voor heel Nederland, dat kan wel. En ja, 100.000 in Flevoland, dan moet je natuurlijk over 30 jaar moet je dat verdelen. Dat moet je niet allemaal morgen doen. Maar die aantallen zijn heel goed te organiseren, dat is het probleem niet. U zo hoort, dan lijkt het wel alsof Flevoland een plek is die de komende tientallen jaren echt flink gaat groeien, verder gaat groeien. Flevoland is de plek, de place to be, ik denk hoor. Dat is echt een hele mooie locatie. Het zit vlak bij Utrecht en Amsterdam. Er zijn mogelijkheden. Mensen willen ook heel graag daar wonen, grondgebonden. Ja, het lijkt me echt een unieke plek. En ja, laten we hopen dat inderdaad die investeringen er gaan komen. Voor de realisatie van zo'n grote hoeveelheid nieuwe woningen pleit Boelhouwer wel voor een goede bereikbaarheid van Flevoland. Almere stelt de aanleg van een IJmeerverbinding tussen Almere en Amsterdam als voorwaarde voor de groei in Pampus. Nou, dat vind ik heel terecht, want je moet natuurlijk ook de verkeersregulatie goed organiseren. Je krijgt natuurlijk enorm veel mensen die in Utrecht en in Amsterdam gaan werken, met name Amsterdam. Ja, daar heb je gewoon goed openbaar vervoer voor nodig, anders wordt het één grote file daar. Dus dat moet je gewoon organiseren. Ook al kost zo'n verbinding een paar miljard. Dat moet er dan maar in geïnvesteerd worden. Ja, dat hebben we natuurlijk jaren gedaan. We hebben altijd de Noord-Zuidlijn hebben we aangelegd. We hebben de Betuwelijn aangelegd. Dit soort dingen moet je eens in zoveel tijd moet je gewoon investeren. En dat is ook een goede investering. Ik bedoel, je kunt daar heel veel mensen kun je daar huisvesten. En ik denk ook dat die exploitatie technisch ook, dat werd ook al aangegeven, dat die redelijk zelfsupporting kan zijn zelfs. Nou kijk, als we 100.000 woningen extra gaan bouwen in Flevoland, dan moet je natuurlijk ook kijken naar infrastructuur en OV-verbindingen. Wat de VVD betreft dan niet als eerste naar een dure metrotunnel voor Amsterdam. Maar dat er richting Amsterdam ontsloten moet worden, richting Utrecht, richting Zwolle. Ja, dat staat buiten kijf. Ja, vanavond is er in de Tweede Kamer een uitgebreid debat over de woningnood in Nederland. En vooral natuurlijk het oplossen daarvan. Honderden boeren protesteerden vandaag opnieuw in Den Haag tegen de stikstofplannen van het kabinet. Ook vanuit Flevoland vertrokken boeren in grote getalen naar de Hofstad. Vanochtend vroeg gingen de Flevolandse boeren al op pad. Vanuit Band gingen de boeren met de trekker op weg naar de Hofstad. Een van hen is Mick Tinga van Farmers Defence Force. Hij is blij met de opkomst. Nou, ik verwacht dat wij van deze groep toch wel 500 boeren hebben die meegaan met de trekker. Het ging om de vierde actie in korte tijd. Volgens Tinga is dit de belangrijkste demonstratie van die vier. Ik denk dat het vandaag en morgen gaat het eraan komen, is het erop of eronder.
En het kabinet verscheurt, vertoont scheurtjes. En het moet nog klaar wezen. Ze moeten een koffers pakken en wegwezen. Eenmaal in Den Haag verzamelden de boeren zich bij de Koekamp, een veld naast het Malieveld. De trekkers mochten niet mee het terrein op. En de boel liep daar behoorlijk vast, vertelde Tinga vanmiddag op de radio. Ze wilden op een plek hebben waar wij enorm ver moesten lopen. Ja. En daar was in alles aan gelegen om ons ook maar via die wegen te leiden. Alleen, je gaat geen 10.000 trekkers in de hand houden. Mm-hmm. En zeker niet als wij zo goed voorbereid zijn. Dat wij weten welke weggetjes we moeten nemen, dan was er gewoon weer doorkomen aan. Nee. En alles staat nou netjes. Het is allemaal een goede sfeer verlopen. De gemeente Den Haag wilde geen trekkers op het terrein. Rond het middaguur startte op de Koekamp een demonstratie. Nou ja, er staat een heel programma klaar. En er komen sprekers van allerlei sectoren. En die gaan een stukje verwoorden over hoe erg het die sector gaat raken. En hoe erg het de boeren gaat raken. En dat is eigenlijk het hele plan. Er zou nog een ruimte voor Roland Schouten en Mark Rutte. Maar die is geen felle wegen te bekennen. Ja. Hoe is de sfeer daar eigenlijk onder elkaar? Ja, geweldig. Het is gewoon super. Donderdag praat de Tweede Kamer over de stikstofplannen van het kabinet. De boeren hopen met hun demonstratie dat de politiek opkomt voor de belangen van de sector. Ja, zo ging dat lange tijd goed. Maar het is niet helemaal rustig verlopen. Een grote groep boeren wilde vanmiddag naar het ministerie van Landbouw lopen. Maar zij werden tegengehouden door de mobiele eenheid. Enkele mensen zijn daarbij opgepakt. Als er geen nieuwe studentenwoningen komen in Dronten, dan is er over 3 jaar een tekort van 366 woonruimtes. Dat staat in een nieuwe visie van de gemeente op studentenhuisvesting. In dit getal is nog geen rekening gehouden met het opnieuw huisvesten van studenten die nu in Dronten-Noord wonen en door de gemeente gestimuleerd worden om daar te vertrekken. Dit omdat er nu meer studenten in Noord wonen dan wenselijk is en dat leidt tot overlast. De behoefte aan studentenhuisvesting neemt toe doordat de Eres Hogeschool in Dronten steeds meer studenten trekt. Volgens de prognose blijft het aantal studenten in ieder geval tot 2023 groeien. De gemeenteraad bespreekt de visie op studentenwoningen dit voorjaar om die vervolgens in mei vast te stellen. Pas wanneer er met de Britten overeenstemming is over de visserij op de Noordzee, zal de Europese Unie een handelsakkoord met het Verenigd Koninkrijk afsluiten. Dat zei Michel Barnier tegen de NOS. Hij is de hoofdonderhandelaar vanuit de EU. Tot 31 december van dit jaar mogen urkenvissers zich nog begeven in de Britse wateren. Maar de vissers vrezen dat die toegang ze na de Brexit-overgangsperiode wordt ontzegd. Barnier ontmoette gisteren een vertegenwoordiging van de visserijsector. Aan hen deed hij de toezegging om de visserij onderdeel te maken van het totale handelsakkoord. Wat zijn de taken van een steward of stewardess tijdens de vlucht? Bezoekers van het Aviodroom in Lelystad krijgen daar antwoord op tijdens de cursus Cabin Crew in het museum. De cursus wordt gegeven door oud-stewardessen. Die weten het beste hoe het moet. De dames leggen iedereen uit hoe alles werkt en wat er allemaal moet gebeuren. De meeste mensen denken alleen maar dat wij eten en drinken uitgeven. Maar er komt natuurlijk een heleboel andere dingen bij. En daarvoor hebben we dus dit zo'n boekje met allemaal opdrachtjes, zodat ze een beetje kennis kunnen maken met de rest van de werkzaamheden die wij uitvoeren aan boord. En dat is vooral ook veiligheid. Bij binnenkomst krijgen de deelnemers een vragenlijst over het werk in het vliegtuig. En dan moeten ze aan boord de antwoorden opzoeken. Helemaal goed. Stijn Lossin is een van de cursisten en hij leert snel. Ik denk eigenlijk dat hij bijvoorbeeld als iemand zijn stoel niet kan vinden, dat hij dan moet helpen. Of zij of hij moet helpen ernaartoe. Of als er bijvoorbeeld wat ergs gebeurt, bijvoorbeeld er is brand, dan moet hij naar een veilige plek leiden. En bijvoorbeeld als iemand pijn heeft of zo, dat ze dan een verbandkoffer brengen. Het Aviodroom heeft de Boeing in het museum beschikbaar gesteld voor de cursus. Het beeld is echt dat ze gewoon het eten brengen, zeg maar meer een serveerster aan boord. Terwijl ze juist verantwoordelijk zijn voor de veiligheid van de passagiers. Daar heel veel taken over uitvoeren die een passagier niet ziet. Dus ik snap dat dat beeld ontstaat, maar dat willen wij doorbreken. Voor Mara Nossin is de cursus superspannend. En daar heeft ze een goede reden voor. Ik ben nog nooit in een vliegtuig geweest, dus ik weet niet echt hoe het voelt. Oh, het is de eerste keer? Ja. Oh, wauw. En wat denk je? Nou, ja, ik vind het wel een beetje spannend.
Ja, ik vind het ook wel leuk. Binnenkort gaat de familie voor het eerst de lucht in op weg naar Kreta. En paps vond het een goed idee als de kinderen eerst eens zagen hoe het eraan toe gaat in een vliegtuig. De cursus Cabin Crew is nog te volgen tot en met 1 maart. Goed zo. Plastic verpakkingen, kunststofdoppen en medische zelfafnametests. Het zijn waarschijnlijk geen producten waar je nou direct een Flevolands gevoel bij krijgt. Maar toch worden dat soort producten op een industrieterrein in Lelystad geproduceerd. Combineren van verpakkingen met IT, met fulfillment, dat vinden we spannend. Ja, van niets iets maken, dat vinden we mooi. Dus echt produceren. Op 21 februari worden de Flevopenningen uitgereikt. Dat zijn prijzen voor Flevolandse ondernemingen die vernieuwend en duurzaam zijn. In aanloop naar die uitreiking maken we kennis met de genomineerden in de categorie toponderneming. Met vandaag Dakla Pak uit Lelystad. Ja, wat je feitelijk hier ziet is productie van staarzakken. Waar een kunststofdop wordt gesield in de zak. En dat gaat in een proces automatisch eigenlijk. En in een aantal heat seals en een koude seal. En dit is dan voor de verfindustrie. Het zijn eigenlijk meerdere bedrijven in één. Dus het is lastig uitleggen wat we precies doen. Maar het is handel en verkoop van verpakkingen. Produceren van verpakkingen. Het maken van medische kits. En het afvullen van verpakkingen. Ja, hier maken we medische pakketten voor bevolkingsonderzoek darmkanker. Voor Frankrijk, voor Nederland, België. En iedere dag gaan hier 40.000, 45.000 pakketten de deur uit. Dit zijn zelfafnamepakketten. En mensen doen daar een ontlasting in een buisje, daar komt het op neer. En dat buisje wordt opgestuurd naar het lab. Er wordt gekeken of er bloed in de ontlasting zit. En dat zou kunnen duiden op aanwezigheid van polypen. En een polyp kan weer uitgroeien tot een tumor. Dakla Pak heeft vestigingen in 12 landen. Een heel verschil met 45 jaar geleden, toen het bedrijf begon. Het bedrijf bestaat vanaf 1975. Met een hersluitbare mini-gripverpakking. Dat was een Japans patent. En dat hebben wij de Nederlandse verkoop- en productierechten van aangekocht. En dat is in de loop van de tijd uitgebouwd tot dit. Dit is onze innovatieruimte. En in deze ruimte creëren we nieuwe verpakkingen. En hier maken we uit een plaat karton maken we een verpakking die we eerder hebben gedesigned op de computer. Dus nu heeft hij uit karton het een en het ander gestanst. Ja. Dus dit hebben wij daadwerkelijk gebruikt als relatiegeschenk einde van het jaar. Om onze beste klanten zeg maar een fles champagne toe te sturen. Hoewel veel bedrijven de laatste jaren naar China zijn vertrokken om daar hun producten te maken, verwacht Klaassen dat zijn bedrijf in de toekomst juist meer in Europa gaat produceren. We zien dat de levertijd spannender wordt. We zien de lonen in China zien we ook oplopen. Met de kosten van transport erbij, met het milieuvraagstuk, loont het weer om sommige verpakkingen in Europa te produceren. En aanstaande vrijdag dan is Luchthaven Lelystad het decor van het Flevopenningen Gala. En dan wordt bekendgemaakt welke onderneming de toponderneming 2020 gaat worden. Dit was Flevoland voor vandaag. Robert de Vries die is er met het weer straks. En morgenochtend, dit is Flevoland op Radio en TV. Vanaf 6 uur al met Joliene en Leo. Geniet van je avond. Heel graag tot later.